Ja, goedemiddag. Woensdag. Best een lekker weertje volgens mij. Ik moet helaas binnenwerken. Maar dat heeft iedereen natuurlijk die een goede, of in ieder geval een fulltime baan heeft. Ja, zoals je ziet heb ik wat vanochtend gepland. Volgens mij was zelfs tijdens de lunch. Want we zijn bezig met het dorp. Dorp is er weer. Volgens mij had ik dit ook al wat eerder spreken. Maar goed. Je ziet mijn tokens. De blauwe blijven weer lekker achter. We gaan natuurlijk proberen om die tokens weer een beetje gelijk te krijgen. Zodat we straks ook zeker de decoratie kunnen binnenharken. Dus ja, ik ben nu al even, zoals je ziet, bezig om te racen. Zie daar een kip. Die kwam heel toevallig op mijn pad. Ja. Dan moet ik hem ophalen. Helaas krijg je daar geen tokens voor. Dat zou wel leuk zijn trouwens, hè? Als je gewoon tokens krijgt als je een kip inlevert. En ik moet naar een diner toe. Oftewel het restaurant. Nou, dit zijn wel blauwe tokens en roze. Of rode. Hoe je het wil noemen. Vergeet ik hoor. Ik wil een rondje rijden. Ik wil niet. Ik wil even. Ja, toch. Hoe ver ben ik nou gereden vandaag? Nou, dat was dus de stad. Oh nee, het dorp. Dat is weer een beetje jammer, jongens, dit. Ja, je denkt van waarom heb je zo in vredesnaam zoveel olijven? Ik had tekort aan olijven en ik denk van als ik nou even mijn bomen omver verleeg trek, dan is die gelijk, die olijven zijn gelijk klaar en kan ik nieuwe olijven. Dus ja, dat liep harder op dan dat ik zelf dacht. Maar we gaan ze natuurlijk niet weggooien, ik ga gewoon olijfolie van maken. De olijfolie is gewoon, ja. Nou, ik heb nu 8 mayonaise, maar het gaat gewoon ook weer gewoon zo verschrikkelijk hard. Nou, dit heb ik nou wel een beetje goed onder controle. Zoals je ziet, overal 8 van. Het was echt een tijd waar ik gewoon eigenlijk tegen de bierkaart aan het vechten was. Met andere woorden, het lukte me gewoon totaal niet om om er maar voor te zorgen dat hij de, dat hij dat ik de 8 krijg. Ja, en nog heb ik eigenlijk gewoon te veel producten die op nul staan, zoals deze. Ja, die moet ik een keer met Tom maar regelen. Zoals je ziet ben ik inmiddels ook wat dingen aan het verkopen, want als silo is vrij vol. Ik had vanochtend vroeg of gisteravond, nee, niks gisteravond. Had ik nog spullen in mijn kraam gezet. Gelukkig dat ik er mensen blij mee heb kunnen maken. Dat is ook mijn bedoeling. Die Gijs die zit ook te zeuren. Ik weet eigenlijk niet waarom. 93, 98, ja. En dus. Kan ik hem omhoog doen? Zo. Wat gebeurt er dan bij? Oh ja, oké. Okay. Nou ja, top. Kijk, 8, 8, 8. Oké, dit is gewoon lekker dat je gewoon. Deze weer niet dan natuurlijk. Nou, dat komt omdat ik ook een boot had. Maar deze ook. Zo. Kijk, kijk, kijk.
Ja, er moet één heel mooi evenement moeten binnenkomen en dan is het gelijk weer huilen met de pet op. Ja. En dan is je schuur vol. Deze nog 1, 2. Er moet er vast maar nog eentje bij. Zo. Daar zit ook al 2 in. Dus dat is ook oké. Ja. Eigenlijk hebben we gewoon te veel producten als ik voor. Eigenlijk heb ik te veel producten op basis van mijn schuur. Maar dat komt ook gewoon omdat die de bouten en de duct tape, of de tape, en de houten panelen en de spijkers gewoon een beetje eruit vliegen. De dieren zijn lekker aan het lopen. Zoals je ziet heb ik weer twee boosters ingezet. Ik vond nog wat gratis grijs boosters. Die ben ik dus ook aan het inzetten. Gewoon om te zorgen dat die lijst een beetje kleiner wordt. Ze hebben wel weer een hele mooie boosterpakketten, maar ja. Nou, Tom, Roos en Ernest voor 4 voor 45 diamanten. Nou, dat gaan we dus niet doen. En die tweede is XP. Bootkratten en bootsneller. Nou, die gebruik ik ook op dit moment helemaal niet. Dus dat gaan we ook niet doen. Zo. Nou, ik. Zoals je ziet heb ik boven de XP. Heb ik. Alvast cadeautjes opgehaald die ik kon krijgen bij de gratis pad. Ik ben nog steeds niet. Momentje hoor. Ja, mijn kat was een beetje baldadig aan het worden. Dus ik moest echt even. Oh. Ik hoop dan niet dat mijn kabeltje stuk gaat, want dat schiet bij ons mij niet op. Oh jeetje, mina. Wat hebben we nou weer aan ons broek hangen? Ah, lekker dit dan, hè? Doet hij het of doet hij het niet? Ja, daar zijn we weer. Nou, fingers crossed dat hij blijft doen. De boten. Ja, die kan ik wel doen, toch? Die is niet zo moeilijk. Zo. Ik weet ook niet wat wat voor evenement er is. Dat heb ik niet zo goed in de gaten gehouden deze week. Als ik heel eerlijk ben. Oh, boosterboots. Maar ja, deze heeft natuurlijk geen booster gekregen. Nou, in ieder geval. Oh, krijg je punten, hè? Aha, 4 boten weggestuurd. Oké, top. Ja, deze is een beetje tricky. Hier heb ik ook een boot van gekregen. Maar zoals je ziet ben ik eigenlijk buiten. Is mijn kersensap echt ontzettend leeg. Oh, die moet de struik hebben, niet de. Dus ga even wat struikjes. Oh. Tenminste, ik dacht dat ik nog wel genoeg boom had. Zo. Ik dacht dat ik genoeg struikjes had, of in ieder geval kersenbomen, maar helaas pindakaas. Moet ik vanavond maar eventjes van mijn mini weer even wat kersjes afhalen. Ik heb ook Boukje even bekeken. Ik vind dat water vind ik wel erg super grappig. En deze, ja. Ik laat hem even zo.
Hij is nu, is hij zo. Het bankje wordt toch wel leuk. Maar 50, die, 50 groene tegoedbonnetjes voor dit, een veranda. Nou, ik vind dat water echt wel heel leuk. Volgens mij was dat ook een een diamanten ding. Ik heb een beetje kriebel in mijn keel, ondanks dat ik niet te veel gehoord heb vandaag. Dat is wel de mazzel als je niet op een klantenservice werkt. Nou, die wagen die ga ik dus ook niet aanpassen. Dus ook niet, ik vind, ja, deze zou eventueel wel leuk zijn, maar dat kost me ook weer geld om om weer te wijzigen. Nee, dan vind ik deze strepen vind ik wel heel erg leuk. En dan deze nog, die nog en deze. Nou, voor alle drie heb ik zoiets van, nou, doe maar niet. Hè? Doe maar niet. Ik kwam er ook achter dat hij hier ook een boek had. Ik weet niet of jullie dat weten, maar voor mij was iets van. Oh, oké. Okay. Ah, dit is dus de normale. En dit is dus de. Het kost dus maar 30.000 muntjes om opnieuw te installeren. Deze terug doe is 250 diamanten. Deze 70.500. Gouden en een bruine. En een gouden en een groene. En deze is al. Oh nee, de truck trailer. 250, maar dat is natuurlijk de standaard setup. Deze ook. Dit standaard. En deze heb ik. Oh ja, deze heb ik helemaal niet aangepast. Ja, ze hebben best wel wat. Wat opties. Maar wat ik dus wel mis. Dit is de. Kijk. Dan betaal je dus een paars en vijf groene om het opnieuw terug te zetten zoals het was. Dit is de normale. De roze. Standaard. En dit is. Oh, dit is de. Oh, dat is de birthday, dat is de verjaardags layout. En dit is het water layout, de brug. 150.000. Dus in principe, en daar zit 15, 75%. Dus ik denk dat je normaal gesproken 300.000 muntjes kwijt bent. Iets in die trant. Ja, Gijs en Saar zijn dus opnieuw ingeplucht. Ik heb geloof ik nog iets van 10 SAR boosters. Dus ik heb echt zoiets van nou. Ik ga het gewoon eens gebruiken. En kijken hoe het gaat. Het is gewoon om mee te maken dat ik. Een beetje die boosters. Een beetje weer gaan gebruiken. Gooi er inmiddels eventjes wat tarwe op. Dat is natuurlijk altijd leuk, tarwe oogsten. Daar krijg je weer cadeautjes van. Laten we even naar de stad gaan. Daar had ik geen tijd voor vanochtend. Ik ga snel even alle poppetjes die één gebouw bezoeken even eruit gooien. Want dat heeft weer te maken dat ik dan. Mogelijkheid heb om weer nieuwe poppetjes te krijgen. Er is ook natuurlijk een derby aan de slag. Ik heb gisteravond even snel gekeken, maar het was nou niet dat ik denk van nou, ik heb alle taken moeten weggooien. Het waren gewoon hele lege of heel veel lage taken. Ja, dat schoot voor mij gewoon niet op. Daar gaat de trein inmiddels. Ik heb geen voer. Dat is weer een beetje jammer. Kijk, dit is mijn de derby bord en de bingo derby.
Nou, dat heeft dus nodig dat ik minimaal één keer deze de spa doe. Ja, het aantal punten zijn zo laag. Ik vind dat zo jammer. Kijk, als ik een beetje wil winnen met de derby, ondanks dat ik niet veel derby speel, dan moet ik gewoon voor zorgen dat ik eigenlijk kaarten krijg van 320 punten. Alleen het lijkt erop dat ze mij vergeten zijn of zo. Dus ik gooi ze gewoon even weg. Ja, ik ben wel in de laagste league. Deze, oh, deze dus de laagste. Moet je dus 5 taken doen. Het heeft er gewoon mee te maken dat ik gewoon niet veel de derby speel. Punt. Vind, dit is gewoon druk op het werk, dus ik heb er gewoon niet veel tijd voor. Jeetje, 34 chocola, ja. Dit is ook wel een suikervreter trouwens, hè? Zie je dat even? 3 witte suiker voor een suikerspin. Zijn ze helemaal van de pot gerukt? Nou ja. We hadden ergens ook nog andere. Deze volgens mij. Zo. Ja, machines moeten eigenlijk wel blijven draaien. Maar dat lukt mij dus, zoals je ziet, ook niet altijd. Deze heb ik nu al aardig. Oh. Hey, ik heb nog maar één. Oh, Sarah is bezig, zo te zien. Zoveel kwartier kunnen we een corndog maken, bij spreken. Daar ben ik alvast om mijn 9 dingen te maken. 9 hotdogs. Per variant. Dit is nog niet mogelijk. Deze. Ja, die zwarte hoge hoed. Dat zit me niet goed. Zo. Kijk, de pasta keuken heb ik volgens mij best wel. Nee. Ik dacht dat ik er was. Helaas. Ik wil zeggen, die pasta keuken die gaat al best wel hard. Rap. Maar dat is helaas niet het geval. Dus even kijken, maar 8 is gewoon. 8. Dat is gewoon, ja, dat is eigenlijk gewoon voldoende voor mij. Ik moet wel broccoli soep gaan maken. Zo. Ja, die broccoli soep die gaat wel. Die was natuurlijk vrij rap vanwege de boot die gereden was. Dus een beetje. Ik gooi er even rijst op, want dat is ook iets wat ik een beetje in de gaten moet houden. Ja, en die uien. Ongezien waren ze op een gegeven moment tot 10 gedaald. En dat was even van, oh, waar komt dat ineens vandaan dan? Maar blijkbaar zijn er dus meerdere. Producten bijgekomen die gewoon veel. Of producten heb ik veel gemaakt waar gewoon uien bij horen. En daardoor. Heb ik dus ook een. Nou, probleem wil ik niet zeggen, maar. Daardoor heb ik dus ook een probleem ontwikkeld voor mezelf. Dat ik niet heb gelet op de aantallen die ik nog had als uien. Ja, dat is dan wel een probleem als je op een gegeven moment 10 uien nog over hebt. Ja, ze zijn ook niet heel snel klaar, zeg maar. 5 uur. Eerst nog even 2 uien. Ja, ik heb er nou nog. Ja, 31. Kijk, het gaat gewoon heel hard. In ieder geval tenminste.
Hoe meer producten je krijgt of hebt met het aantal producten. Kijk. Vier. Volgens mij had ik het over corn ook. Ja, zie je wel. Deze. Zo. Ja, die arme schaapjes maar werken, hè? Als het maar geen schaap moet worden. Schaap, wat zeg ik nou? Het is geen schaap, het is een. Varkentje natuurlijk. Ja, het is een beetje. Een vermoeiende dag geweest. Maar. We komen er alweer overheen. Ja, dit zijn dus die roze poppetjes die ik nog heb. Ik zal mijn keep even openen. Keep is voor mij echt een ideaal iets als ik wat wil onthouden of maken. Inmiddels heb ik 7 spijkers, 5 bouten, 4 schroeven, 4 houten panelen, 5 tape en 4 planken. En de rest die ga ik gewoon eventjes bijschrijven. Zodat ik even weer een leuk overzichtje heb van wat heb ik nou weer verdiend met deze omgeving. Of deze omgeving, hoor maar dan. Met dit evenement. Maar ik wilde eigenlijk even wachten totdat de derby afgelopen was. Ik moet heel even kijken. Zou dat helpen als ik hem. Ik weet nou niet of ik met deze taak, of dat echt volledig is. Dus dat je een bezoeker erheen stuurt en een bezoeker die dus weer eruit. Of dat het ook nu al kan. Want als dat het zou zijn, dan had ik. Of even kijken hoor. Ik zal hem even. Deze optie hebben ze op een gegeven moment toegevoegd. En daar ben ik wel heel erg blij mee. Even kijken. Dit is de. De cinema, dus de bioscoop. Heel veel cinema, heel veel. Kijk, 1, 2, 3, 4. Kijk, ik heb 5 bezoekers die in de spa zitten. Ga ik nou de spa nu vrijgeven? Maar met andere woorden, ga ik ze nu gewoon wegsturen? Ik weet dan niet of het op dat. Ik denk het zelf niet, maar daar ben ik echt wel benieuwd naar. Ik ga even kijken of men op mijn kleine boerderijen nog een of meerdere hooibundels staan. Ja, die had ik gisteravond nodig gehad, dus die heb ik weggegooid. En hier ook niet. Dat is helaas pindakaas. Zij gebruikt nu mijn mini boerderijen ook om wanneer ze die mogelijkheid hebben om te starten met die hooibundels. Ten eerste gaat dus het aantal sterren dat je onder de knie krijgt, schiet dat tenminste op. En ja, s'avonds, ik zit niet veel op de kleine boerderijen. Dus op een gegeven moment van, oh, dat heb ik nodig. Oh ja, laat ik dat even bij een kleine boerderij weghalen. In plaats van mijn grote. Je zag ook dat ik de bezoekers met 3 gebouwen, dat die al had weggestuurd. Dat is gewoon omdat ik anders, ja, behalve deze. En die heeft gewoon een voetje. Dus die. Even kijken hoor. Ja. Dat is misschien ook wel iets wat ze in de stad zouden kunnen verbeteren. Is het kunnen blijven laten zien van naar welk dier je gaat in de
In de safari. Ik stuur eigenlijk blindelings altijd de bezoekers naar de gebouwen toe. Maar er zitten er af en toe bij, die sneaken gewoon uit die trein. En die willen naar een dier die ik nog niet heb. Met andere woorden, er gaat een rood kruis heen van hey, let op. Ofwel, jij hebt het dier niet, ik ga gelijk naar het perron als je hem de laatste gebouw hebt vrijgespeeld of je het laatste gebouw hebt bediend. Het idee. Ik denk dat dat best wel een leuk idee is. Overval. Ik weet niet hoe ze dat zouden kunnen doen. Misschien door het laten zien als je op deze knikt dat er een welk dier erachter hangt, dus achter de naam. Of in hier in dat wolkje. Dat ze daar een klein, dat ze hier linksboven of zo, naast Total Awards. Dus totaal dat je het in de linker of rechterhoek, bovenhoek, dat je dat plan plaatst. Waardoor je de dieren het diertje nog ziet. Want als ik nou zo'n sneaky bezoeker binnenkrijg die een dier wil bezoeken die ik nog niet heb in de safari, dat kost mij gewoon materialen en producten. Waarom zou ik dat willen? Ja, je krijgt altijd een cadeautje uit, maar dat is ook met twee en dat is ook met één bezoek. We bezoeken voor één gebouw en twee gebouwen. Dus het is een beetje. Ja, dat is misschien een idee voor Heyday om dat te doen. Nou, ik krijg spijkers eruit en gelijk weer 60 punten. Dan komt het waarschijnlijk dat ik weer een boerderij, een taak heb volbracht in de boerderijpas. Boerderijkaart, farmpas, hoe je het zelf ook noemt of verkeerd. Nou, die loopt wel door. Ook had hij gewoon helemaal niet heen gehoeven natuurlijk, hè. Want hier heb je er ook een. Gewoon even op het kipje klikken en dan zie je ook gelijk hoeveel punten je hebt binnengehaald. En welke taak je hebt. Nou ja, ik heb dus inmiddels vier volledige taken gedaan. Het enige wat ik moet doen is een truck order. Een truckbestelling. Nou ja, goed, dat gaan we nog even regelen. Hadden we nog poppetjes op het andere boerderij staan? Heeft Krik? Ja, Krik heeft er twee. Laat ik dat alvast ook maar even doen. Ja, die zijn natuurlijk het meest ideaal, hè? Die geven gewoon één gebouw en dan is het gewoon klaar. Finito. Wachten tot de trein dat ze uitgestapt zijn. Zo. Nou, laat me zien wat je wil. Laat me zien. Ja, watermeloen, dat vind ik oké. Okay. En chocolade van u. Prima. Oké. Okay. Ja, en Tom natuurlijk. Ik kwam erachter dat ik ook weer behoorlijk wel wat Tom boosters had. En dat is ook een suggestie van Raphaël. En Raphaël die zegt van ja, laat het ergens hier bijvoorbeeld uit of aanzetten. Ik wil niet steeds naar het huisje, want het is een keuze dat ik dat gewoon niet laat zien of dat ik niet wil zien. Ze dwingen me nou gewoon om die animatie te zien en dat is gewoon flauw. Dat wil ik gewoon niet. Het enige wat ik trouwens wel mis in de boerderijpas
Als je geen boerderijpas hebt gekocht, zijn er extra vakjes. Oh, die heb je hier wel. Misschien heb ik hier extra vakjes. Of heb ik hier ook wel extra vakjes? Even kijken. Nee, volgens mij staat die boven. Ja, daar is die. Hier. Ja, de popcorn. De suikerfabriek of de cakeoven. Ja. Deze mis ik eigenlijk wel. Maar het is meer gewoon omdat ik dan en bouten en planken en schroeven tegelijkertijd kan vragen. Dat is het enige waar ik denk van hey, dit is wel echt iets wat ik mis als ik de boerderijkaart niet koop. Maar we gaan kijken of ik dat gewoon een maandje kan volhouden om die €5,49 niet uit te geven. Kijk, er komt genoeg XP komt er best wel binnen. Als je één keer 86.000, ik zag volgens mij nog eens 86.000. Dat is 672.000. En dan 172 is 472, dus 512.000 punten. Dat betekent gewoon dat ik level 115 word aan het einde van de boerderijkaart. Ja, ik hoef ook niet. Kijk, er zijn ook niet meer levels waar ik naartoe moet werken. Dat is gewoon. Het is gewoon klaar. Het is finito. Het is over. Want er is gewoon niks meer waar ik denk van hé, dat moeten we, want level 120. Ja, ik krijg een extra landje erbij per twee levels. En diamanten. Maar dat is het dan wel. Dus ja, het is ook niet echt dat ik denk van nou, ik heb het echt super hard nodig. Plus, als ik het eens een keer niet koop, dan kan ik kijken hoe de verhouding tot mijn schuur, pardon, houding tot de schuur en de silo, of ik dat een beetje weer recht kan trekken. Ja, ik ben gewoon, nou, te lui wil ik niet zeggen, maar ja. Die we graag hebben. Ja, of heb ik ook nog bacon? Of ruimte heb ik? Nou, gooi ik gelijk de bacon erbij. Hoppakee. Bacon is er toch niet? Of wel? Nou, dat duurt ook weer 20 minuten. Ik heb op dit moment nul bacon. Dus ja. Zo hard voor me aan het werk. Maar ik merk er nog niks van eigenlijk, hè? Zie je dat even? Ik moet even hierop klikken. Want dan weet ik tenminste wat ik moet maken. Het zou best wel kunnen zijn dat ik door die salsa dat ik in problemen kwam met mijn uien. Want volgens mij heeft de salsa. Kijk, die heeft gewoon twee uien nodig. En deze. Oh, die weer niet. Die is trouwens ook wel laag hoor. Is een. Zorg het even. Uiensoep, ja. Even kijken. 7. Nou, dan moet hij gelijk wel 8 hebben natuurlijk, hè. Ik zit even te kijken welke nog meer hier volgens mij niet. En dit zijn echte taarten. Kijk, deze heb ik ook niet genoeg op voorraad. Ik kan ervoor kiezen. Maar dan heb ik ook weer een. Deze kan ik er wel gooien. 7, 8. Zo. Dan moet ik deze er ook in gooien. De 2,5 uur. Dus dan maak ik die liever op een van mijn kleine boerderijen. Ah, wel. Ik raak het er toch niet aan als we straks van eten en tv kijken. Dus dat. Even kijken. 8, 8, 11. Kijk, hier heb je ook weer salsa voor nodig.
Ik denk echt dat die salsa dat het een probleem was. Ik moet zo te zien ook eventjes gaan vissen. En dat doe ik dan gewoon met bruine haakjes. Ik heb gewoon geen zin om. Zeker niet. Ja, eigenlijk moet ik geen eens bruine haakjes, maar moet ik gewoon netten in het water gooien. Maar dat doe ik dan liever als het een keer echt nodig is voor om te vissen. Sorry, om zonnetjes te verdienen. Want zonnetjes. Even naar het scherm kijken. Blijf. Tja, die zonnetjes tijdens het dorpsseizoen, dat is gewoon. Dat is een win-win situatie. Of eigenlijk een win situatie. Als je door vier netten in te gooien. 20 zonnetjes bij spreken per net gebruikt, dan of krijgt, dan loopt het lekker op. Ja, je krijgt ook geen, omdat ik geen boerderijpas gekocht heb, krijg ik ook geen tweede draai aan het rad. Maar er zijn toch nog iets van 20 dagen over of zo. Ik denk het wel. Augustus is tot en met de 31ste. Dus waarschijnlijk zal het nog 19 of 18 dagen zijn voordat het dorpsseizoen is afgelopen. Ik moet wel even mijn best gaan doen, denk ik, om het echte limiet te halen. Ik bedoel het aantal tokens om de decoratie binnen te harken. En ook. Token die meer is, probeer ik zoveel mogelijk. Ja, natuurlijk probeer je zoveel mogelijk tokens te halen. Wat het kan weer helpen met. Ik ga hier een net in gooien. Zo. Oh, nee, dat bedoel ik dus. Alvast 15. Als ik dan vanavond toch een. Normaal gesproken duurt het. Even kijken. 20 uur. Dus dan zou die om. Het is nu 5 voor 5. Dus om 5 voor 2 zou die dus dan klaar zijn. Als het goed is, heb ik ook ergens nog een booster voor de netten. Eén of meerdere. Kijk, daar zie je 12 uur, 50%. Dus in plaats van 20 uur doe je er 10 uur over. Dus als ik vanavond gewoon alle landjes volgooi om 20 uur wordt dus 10 uur. Dus dat is als je om 9 uur ingooit, plus 10 is 9, plus 10 is 19. Dan is hij dus om een uurtje of 7, half 8, is hij dus klaar. Ja, dan heb je gelijk weer 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, in totaal 6. 6, 18 stukjes vis. Super. Dat is een mooie deal, toch? Ik moet wel even trouwens, want ik zag volgens mij geen. Eendenveermat. Ja, zo blijf je een beetje bezig. Kijk, ik vind het een beetje zonde om te zeggen van ik ga Tom inhuren. En zeker als het gewoon een drukke dag is, dan heb ik gewoon echt heel weinig tijd om maar iets op mijn boerderij te doen. Tja, uiteindelijk is het niet Hede die mij betaalt, maar gewoon de werkgever. Dus ik moet gewoon zorgen dat ik mijn werk doe. Ik zie ook dat ik alweer 39 minuten aan het ouwehoeren ben. Nou, Johan. Ja, dan ga ik een beetje de einde aan breien. Ik denk ook dat we zo onze dochter kunnen ophalen. Dat is ook altijd gewoon superleuk. Dus voor nu wens ik jullie allemaal een fijne avond. Vrijdag komt er geen video. In ieder geval, ik ben niet thuis aan het werk, maar op kantoor. Dus dat betekent pas dat ik kwart over vijf, half zes pas echt thuis ben. Volgende week weet ik nog niet even. Ik
Ik heb op woensdag wat afspraken staan, dus dan gaat het opnemen in de na de werkdag gaat niet lukken. Dus waarschijnlijk komt er volgende week vrijdag een video. Ik ga nog eventjes snel naar de agenda van deze week. Naast de Bingo Derby natuurlijk. Even kijken. Donderdag is alles kropboesten. Kijk, dan kan ik weer gebruik maken van die uien. Spin de wiel. Nou ja, dat is eigenlijk helemaal geen evenement. Je weer landvergunning. En een bootevenement. Een bootevenement. Een bootevenement die je waarschijnlijk weer 10 diamanten op gaat leveren. Dus als het bootevenement er is, ja, ga ik even kijken hoeveel boten we moeten doen. Vaak zijn het er 85 uit mijn hoofd. Om aanspraak te kunnen maken op de 10 diamanten. Maar goed, ik wens jullie een fijne middag, avond, nacht. Veel speelplezier en tot de volgende video.